Pijn tussen je schouderbladen en in je bovenrug. Bij hyperventilatie denken we heel vaak aan de pijn op de borstkas, dus aan de voorkant. Maar heel veel mensen ervaren ook pijn tussen je schouderbladen of in de bovenrug. Nou, hoe komt dat en wat kan je daaraan doen? Nou, spierpijn door hyperventilatie, daar hebben echt heel veel mensen last van. En door de hyperventilatie kan je heel veel verschillende klachten krijgen. En spierpijn is iets wat dus heel veel voorkomt. Dat heeft twee redenen. De onbalans die ontstaat door het verkeerde ademen en de overbelasting van bepaalde spiergroepen. Als je namelijk langere tijd verkeerd ademt, ontstaat er een onbalans in je lichaam. En je ademt meer ten opzichte van wat je verbruikt en hierdoor verandert de balans in je lichaam. En kan je last krijgen van spierpijn. En je lichaam verzuurt als het ware en daardoor word je veel gevoeliger voor spierpijn. En dat kan je merken in al je spieren. Je benen, je gezicht, je buik, je nek, maar dus ook tussen je schouderbladen en in je bovenrug. Maar waarom krijg je juist vaak spierspanningsklachten tussen de schouderbladen en op je bovenrug als je last hebt van hyperventilatie? Nou, als wij te veel en vooral te vaak te hoog ademen, dan raken onze ademhalingsspieren overbelast. En wat bedoelen we met te veel en te hoog? In de rust hoor je eigenlijk natuurlijk naar je buik te ademen. En als jij niet rustig bent, doordat je steeds stress ervaart, dan zal je te hoog ademen, waardoor je dus te veel ademt in je borstkas. En je ademt te veel, te snel. En dus in plaats van dat jij 10 keer zou moeten ademen, daar is je lichaam op gemaakt, adem jij 12, 13, 14, misschien nog wel vaker. En hetzelfde als dat jij dus heel veel kniebuigingen gaat maken. En dan raak je bovenbenen overbelast, die gaan pijn doen. Dat gebeurt dus ook met de ademhalingsspieren. Dat eventjes. Dus die ademhalingsspieren, die zitten tussen je ribben in bijvoorbeeld, die tussenribspiertjes, die krijgen geen rust om te herstellen en worden continu gebruikt. Maar juist door de pijn en de onzekerheid die klachten geven, krijg je weer meer stress in je lichaam en hoofd, waardoor je weer nog hoger gaat ademen. En zo kom je dus in een vicieuze cirkel. Want die pijn, het twijfelen, wat mankeer ik? Mankeer ik niet iets heel ernstigs? Dat is weer stress, waardoor je weer hoger gaat ademen. De pijn die je voelt tussen je tussen die je voelt, hè, dat zijn die tussenribspieren en je rugspieren. En net als met al mijn uitleg, ga ik ervan uit dat je bij de huisarts bent geweest en dat je hebt laten uitzoeken waar die pijn vandaan komt en dat de diagnose chronische hyperventilatie is, hè? Daarom, dat is met alle uitleg zo, dat vertel ik je waarom het komt als komt door de hyperventilatie. Dus die tussenribspieren en je rugspieren, hè, die geven dus pijn tussen je schouderbladen. Nou, die spier die loopt vanaf je schedel naar de schouderkop en dan in een driehoek naar het midden van je rug. Hè, dus je schedelrand. Dan gaat hij naar je schouderkop, hè, dus de buitenkant van je schouder. En dan weer naar het midden, naar je rug. Dus het is een soort driehoek onderkant en een driehoek aan de bovenkant. Bij vrouwen, hè, hecht hij dan aan, eigenlijk ter hoogte van je BH-bandje. Nou, bij elke in- en uitademing beweeg je deze spier. En dus wat ik net zeg, net als dat je een vermoeid gevoel krijgt als je een te lange wandeling in de heuvels hebt gemaakt, als je dat niet gewend bent, gaan ook deze spieren pijn doen. Alleen het vervelende is dat je, heb je te veel gewandeld, dan doe je eventjes de volgende dag rustig aan, waardoor je spieren weer rust krijgen. Maar die ademhalingsspieren, ja, die kan je natuurlijk heel slecht rust geven, want die gebruik je de hele tijd, vooral als je pijn hebt, want dat is weer stress, dan ga je weer sneller ademen. Spierpijn, denken we vaak aan het gevoel wat je krijgt als je te fanatiek gesport hebt, hè? Een heel vermoeid zeergevoel in je spieren. Maar spierpijn kan je in heel veel verschillende vormen ervaren. Ook bijvoorbeeld een doof gevoel, dus dat je het niet helemaal goed voelt, dat alsof het doof is. Een drukkend gevoel, tintelingen, prikkelend, of heel moe en zwaar, drukkend, stekend of als kramp. En dat kan je in heel veel verschillende vormen kan je dat ervaren. Dus bij spierpijn, dat je zegt, ja, maar ik heb geen spierpijn, want ik heb tintelingen, of want ik heb een drukkend gevoel, of het voelt gewoon niet, ik zit niet helemaal veel gevoel in, een doof gevoel noemen we dat. En dat kan dus ook komen doordat je spieren gewoon overbelast zijn.
Doordat die spieren vaak verkrampt zijn geraakt, dan kom je in een vicieuze cirkel, wat ik net vertelde. Nou, dat kan je op twee manieren doorbreken. Nou, zorg ervoor meer rust, waardoor die ademhaling rustiger wordt. Ja, waardoor je rustiger in je vel gaat zitten. Stresshormonen lager worden, waardoor je dus daardoor rustiger gaat ademen. Maar makkelijker is het vaak om eerst te zorgen dat die spieren minder pijn doen, waardoor je meer ontspanning en rust krijgt. En dat kan je doen door heel gericht te gaan oefenen. Nou, je fysiotherapeut of een Belgische luisteraar, de kinesist, die hoort je hele goede oefeningen voor te geven die ook echt snel resultaat hebben. Dan hoor je echt in een paar dagen hoor je daar echt verschil in te merken. Zeg je nou ja, dat is leuk, maar ik wil gewoon zelfstandig aan de gang. Hè? Dan kan je bijvoorbeeld mijn online cursus volgen, hè? Spierspanning door de hyperventilatie. En dan krijg je heel duidelijk uitleg en heel veel oefeningen om echt die spierspanning en die spierpijn aan te pakken. Dus waardoor heb je pijn tussen die schouderbladen? En dat is omdat je bij elke in- en uitademing beweeg je die spieren. Dus die tussenribspieren, ook je schouderspieren. En daardoor raakt dat gewoon overbelast. En die pijn, die geeft je stress. En die stress zorgt er weer dat je sneller gaat ademen. En op een gegeven moment zijn die spieren vaak zo verkrampt dat je ook niet meer zo goed kunt doorademen. En dat gevoel tussen je schouderbladen, het gevoel dat er ook iets mis is met je longen. En omdat dat verkrampt en pijnlijk gevoel ervoor kan zorgen dat je niet goed kunt doorademen en inademen. En het kan dus bij elke inademing kan het gevoelig zijn dat je steeds die overbelaste spieren blijft gebruiken en dus overbelasten. Hierdoor kan ook bijvoorbeeld je middenrif overbelast raken, krijg je het gevoel dat je niet helemaal goed kon doorademen, dat je ademhaling stopt. En dus die pijn in die schouderbladen aan de achterkant, het kan ook naar de voorkant gaan, maar ook aan de onderkant van je ribben. Eigenlijk kan die hele borstkas, die kan gewoon hartstikke zeer doen. Dat ik zei, dat kan in heel veel verschillende manieren, kan je die pijn ervaren. Dus heb je hier last van, ga dan oefenen. Je zal echt merken dat het heel snel resultaat kan hebben. Dat je echt merkt van, hey, die spieren worden losser, waardoor die pijn minder wordt. Je houding is hier heel belangrijk in. Zorg ook goed voor dat je het warm houdt. Daarnaast is als je veel last van spierpijn hebt, het heel belangrijk om goed water te drinken. En dat zorgt ervoor dat die afvalstoffen afgevoerd worden. Maar vooral graag ontspannen, oefenen en bewegen. Nou, bedankt weer voor het luisteren. En tot in een volgende aflevering.